Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met. Klaas van den Kamp. Hij is over Overijssel Flevoland van de Protestantse Kerk. Ja, natuurlijk gaan we praten over de coronaversoepelingen. Hoe gaan de kerken daarmee om? Klaas, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, de coronaversoepelingen. Hoe gaan de kerken daarmee om? He, je krijgt straks die coronapas vanaf volgende week zaterdag. Ja, dan de zondag daarop. Uh, gaan jullie dat controleren? Gaan de kerken dat controleren? Of gaan jullie daar soepel mee om? Zeggen jullie van, uh, nou ja, we laten het aan de kerken. Over hoe gaat dat? dat? Is een spannende vraag. Want maandag uh, komt de kerk ermee naar buiten, maar de indicatie is dat de kerken de corona pas uh, niet gaan gebruiken in de zin dat ze geen controle bij de ingang willen, omdat je dan onderscheid gaat maken tussen mensen die wel en niet welkom zouden zijn in een eredienst. En dat vinden de meeste kerken toch onwaardig Maar het is wel spannend, want als je bij de voordeur niet controleert, moet je bij de achterdeur wel iets, iets bedenken. hè, want je wil niet dat mensen uh, besmettingen oplopen. Mm -hmm. En wat ja. ga je dan bedenken? Het zal, als je bij de voordeur niet controleert, zul je bepaalde hygiëne in, in acht moeten nemen. Of die anderhalve meter handhaven. Of, eh, ik las bij de vrijgemaakte Reformeerde Kerk, ook in Flevoland op verschillende plaatsen aanwezig. Nu al een, een suggestie dat je bijvoorbeeld een vak hebt. waar mensen kunnen gaan zitten die echt die anderhalve meter eh, gegarandeerd willen hebben. Uh, in ieder geval ook erg hameren op uh, als je klachten hebt, thuis blijven. Collecten bij de uitgang blijven houden, daar geen risico's in lopen. Een rooms-katholieke kerk, als je eucharistie viert, de hele rij naar voren. Ook al doe je niet mee, want anders kom je te dicht bij elkaar. Dus dat soort dingen, uh, daar beraad men zich op. Maar het zal niet helemaal zijn als van voor de coronacrisis. Nee, want het wordt dan wel soepeler. Dus. Iedereen gaat ervan uit dat het soepeler wordt. En eh, we zien er ook ontzettend naar uit. Ik heb, ik heb afgelopen week vier bijeenkomsten gehad met predikanten. En er was haast een soort jolige stemming: van uh, we mogen weer en ja. uh, wat fijn. En ik heb drie gemeenteavonden gehad. En Overal was het boven verwachting qua bezoekersstal. Zelfs dat we weer gingen tellen van uh, komen we niet boven het kwotum. Het, het, het Op dit moment heb je nog, hè, dus uh, ook voor komende zondag is er nog een kwotum. Uh, Magnesse uh, 60, Biddinghuizen 45, heeft met vrijgemaakt uh, iets van, van 60-70 in Emmeloord. Uh, de verwachting is dat er gewoon meer mensen kunnen komen. Ja, je praat er veel over met heel veel kerken in Flevoland, merk ik aan je. Je hebt het over afstand houden, uh, de anderhalve meter. Maar ik heb je niet horen praten over ventilatie. Dat is tegenwoordig een van de vier bordjes uh, als ik naar de premier kijk. Dat is het issue wel, hè? Ook, ook de komende tijd. Dus er zijn speciale ja. conferenties nu de komende tijd... waarin dan de deskundigen over die ventilatie bezig gaan. En waarin je per kerk ook goed meet van wat er, wat er nu gebeurt... en wat je meer aan ventilatiemogelijkheden hebt... En um, dat zal echt wel een beleidsissue blijven, denk ik. Ik weet van, van Tollebeek bijvoorbeeld, dat ze dan, mocht je bij wat zingen, en dan gingen ze in een, uh, in een bepaalde plek, uh, vlak bij de uitgang, dat, als je dan uh, extra veilig wilt zitten, ga dan daar zitten, ook bij, bij het zingen. Um, maar eigenlijk moet je dat voor die hele ruimte, je moet maar, je daar beleid op ontwikkelen. Was daar een raam of zo, of een deur die open kon? Daar is een, daar is een, een, een tochtgat, zal ik maar zeggen. Nou oké, okay. ja. nou, zo simpel kan het zijn dus. Zo simpel kan het wat zijn. Gebeurt dat weer volop, dat zingen? We zijn helemaal op de weg terug. Uh, voor, de, de, voor de meeste kerken. Uh, maar bijvoorbeeld op de rooms-katholieke website staat nog gewoon: we zingen niet. Uh, en de verwachting is dat we nu steeds verder open gaan en dat we uh, op dat punt uh, weer royaal uh, de stemmen mogen laten horen. Ja. Daar kijken heel veel mensen ook naar uit, lijkt me. Ja, ja. en, 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 en de, dus de, de meeste kerken doen al een klein beetje... en dan mixen ze wat met, met, met online dingen. En de, soms zeggen ze niet te hard zingen... maar als je aan de Zuiderzee woont, dan, dan ken, je, ken je niet pianissimo. Dat woord ken je niet. <laughs> zeg, uh, je begon het verhaal met... ik verwacht geen controles aan de deur met een QR-code... zoals de cafébazen uh, zouden moeten doen... Minister de Jonge heeft dat toch wel gesuggereerd in zijn persconferentie. En hij is de zoon van een dominee ook nog. Ja, Snap ja. jij dat, Klaas? Ja, hij is ook nog de zoon van een dominee. Ja, 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 ja. dus nou ja, ik, ik weet dat er bepaalde juristen van de kerk naar gekeken hebben. En uh, die uh, zeggen sowieso van uh, een kerk moet niet willen discrimineren. Dus het is een heel verkeerd signaal wat haak staat op waar je voor staat. Dus dan zie je dat het een zoon is van de dominee, maar niet de dominee zelf. Hè. Dus de wijsheid nee, nee, nee. staat soms één generatie over. Ik hoop niet dat jullie mijn kinderen gaan interviewen. Ja, dichter aan. Uh, um, maar maar um, um, uh, het is niet uh, dat, dat, dat dat willen was kerken niet. Dat, nee, nee, dat, nee. Dat, dat idee dat je zegt jij niet, jij wel, jij niet. We willen ook niet bijvoorbeeld dat ook juridisch uitgezocht mensen gaan vragen van als je een groep hebt wie van u is niet gevaccineerd ja. en, en dan die groep apart stellen of zo of daar met een boogje omheen lopen ja, Zo zo zit niet. Komen, komen, daar ja. Ja. komen daar vragen over binnen? komen daar vragen over binnen? mensen die zeggen van gauw ja hoe, hoe is dat straks bij mij in de kerk? ja daar, daar komen nu al heel veel vragen over binnen en, en mijn zorg is dat dat straks uh, 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 alleen maar toeneemt omdat je je kunt nog makkelijker zeggen van uh, dit en dit mag niet, dan dat, je, uh, dan dat het een glijdende schaal is. Dus ik vind het eigenlijk qua beleid helemaal niet zo'n makkelijke periode die we krijgen. Nee, want ja, wat wordt dan het antwoord op al die vragen? Ja, nou, dat is per gemeente, uh, per plaats mag je zelf ook nog bepaalde keuzes maken. Dat heeft er ook met ventilatie en met veiligheid te maken. Maar, ook, uh, maar dat betekent ook weer dat het per plaats zal verschillen, dat er meer discussie ontstaat. Maar ik denk dat het plezier van dat je weer ruimte krijgt, toch wel overheerst. Ja, want je refereerde net al aan gemeenteavonden. Oh, wat moet dat niet zijn voor uh, de kerkdienst? Ja, niet van uh, zondag, maar die zondag erop dan. Dat is dan weer, kan weer ouderwetsvol en gezellig zijn. Ik heb de pastorisch gesuggereerd dat ze ook in de lokale pers... Uh, huis-en-huisbladen gewoon royaal mensen uitnodigen. En dat mensen ook weer weten van het, het mag weer en het, het kan weer. Ja, en, en is dat... Uh... Mooier dan thuis de video uh, bekijken. Want tot, ja, die is binnengekomen in de coronatijd. Die gaat niet meer weg, lijkt me. Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat uh, online een blijvertje is. Er zijn ook gewoon kerkelijke gemeenten die daarin geïnvesteerd hebben, hè? duizenden ja, euro's. Ja. Ja. Dus je gaat dat apparaat niet ineens weggooien. Er is bovendien ook een categorie mensen die dat heel erg waardeert. En de hele samenleving is meer online geworden. De, de overheid heeft bijvoorbeeld aan bedrijven gevraagd. ga je door met online? En dan zegt 40% van de bedrijven ja van harte. En um, dus als het in de hele samenleving gebeurt, zal dat ook in de kerken uh, plaatsvinden. Er is wel discussie, bijvoorbeeld, of je dan uh, lineair of non-lineair. Dus dat betekent uh, op het moment zelf, live, zeg maar. Dat je, dat je kunt kiezen: we gaan live naar de kerk of we gaan live kijken. Mm -hmm. Of, of non-lineair, dat je zeg maar later. Als je als spijt op dan dat je niet geweest bent, of nog eens wat wilt zien, alsnog kunt gaan kijken. Ja, maar dat, is, dat is toch een mooie service dat dat er is. Ja, en ik denk dat de beleving toch heel anders is. Het is net als met voetbal. Hè? Als je uh, mensen die naar het voetbalveld gaan. wat lezen die smaandags het eerst in de kranten? De verslagen van de voetbalwedstrijd. Ja, dat wel. Maar ze waren er wel lekker zelf bij. Maar ze waren er ook lekker zelf bij, omdat ze dan iets heel anders beleven. Ja. Nou, nou zeg je, uh, eigenlijk is het nu een moeilijker tijd. Uh, ja, ga je onderscheid maken, hoe doe je dat? Er komen veel vragen over binnen. Uh, ja, dat geldt bijvoorbeeld ook, hè, als je het hebt over zo'n coronapas. Uh, koffie drinken na de dienst bestaat natuurlijk. Ja, hoe ga je dat dan doen? Er zijn nu al verschillende kerken die dan uh, de escape kiezen door buiten... Uh, uh, als het een beetje mooi weer is, kan dat, hè, door buiten koffie te gaan drinken. En wat ik tot nu toe lees, is dat toch wel heel veel gemeentes dat in de planning hebben staan, dat ze dat ook langzaam weer op willen starten. Um, en en, en nou ja, de, de, de plek van binnenkomst en waar je naar buiten gaat, gescheiden, uh, toch aftekenen, dat mensen gaan zitten, uh, uh, dat je wat afstand in acht neemt. Maar ik, ja, ook maatschappelijk gezien, maar ook kerkelijk, ik denk dat, dat um, het heel moeilijk wordt om die periode van, van weer opschalen heel lang te rekken. Mm -hmm. Maar dan hebben we het nog niet gehad over de kwetsbaren in zo'n gemeente. Want die zitten er natuurlijk ook in. De leeftijd is best hoog in, in zo'n kerk. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen: Nou, dat gaat me te hard, ik blijf nog even thuis. We hebben dat uitgezocht. Uh, ja. Althans, er is onderzoek gedaan, EO, uh, Nederlands Dagblad. En daarvan zegt uh, 80% van de mensen zegt dat ze sowieso op dezelfde uh, frequentie willen terugkomen. Mm -hmm. En dan is dus interessant wat die 20% hè, wat gaat die doen? Daar zit onder andere de groep van zeer kwetsbaren bij. Um, en um, die zijn voor een deel ook uh, online vader geworden. En zullen dus waarschijnlijk toch wat uh, terughoudend zijn. Uh, als je, ook als je een immuunziekte hebt en zo. Je, de, 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 het gewin staat niet in verhouding tot de risico's die je loopt. Daarom. Het ja. wordt dus een mix de komende weken. Het wordt een mix, ja. Goed. Dank voor het verhaal. De Naast van de kamp was dat van de klasses Overijssel Flevoland.